Ja, dit is raar, hè? Want ik voel gewoon een of andere rare valse hoop in Nederland. Ja, zo van, ja, het komt allemaal wel weer goed zo. Ik bedoel, na 28 april, dan gaan we gewoon weer een beetje het oude leventje oppikken. Jongens, alsjeblieft. Hou me op met dat soort denken, want dat is gewoon niet zo. Kijk nou en luister naar die experts. Gewoon goed luisteren wat ze zeggen. En dan weet je precies hoe het gaat. Het oude leven kan je voorlopig helemaal dit. Gedag zwaaien. Dat gaat niet meer komen voorlopig. Nee, vergeet dat nou. Het wordt gewoon die anderhalve meter. Overal waar je komt. In cafés, restaurants, in vliegtuigen, in overal. Voetballen, schudden. Gaat gewoon niet gebeuren. Er wordt niet gevoetbald voorlopig. Ja, zonder publiek. En trouwens, hoe doen we dat dan met die spelers? En wat gebeurt er dan als er een hoekschop komt? En al het geduw en getrek. Dat kan allemaal niet. Dus hoezo wil je voetballen? Niks gaat meer door. Vergeet het nou. Vakanties niet. 0-0-0. Dus stop met dat idee van alles gaat wel weer zijn gangetje. Na 28 april. Nee. Leg je daarbij neer. En zet je mind op gewoon een hele andere toekomst even voorlopig. En dat heeft alles te maken. En daar komt ie. Schrijf met mij mee. Het gaat om dit ene woord. V. A. C. C. I. N. Dat is hem. Faxen! Ik kan het niet genoeg zeggen. Daar draait het om. Daar gaat het om. Zet dat woord vaccin. Zet dat op je voordeur. Plak het erop. Boom. Zet het op je koelkast. Boom. Zet het erop. Plak het boven je bed. Boom. Zet het op de wc. Boom. En vergeet dat niet, want daar gaat het om. Maar tot die tijd hebben we ook niet meer de normale begroeting. Nee. En zelfs dit kan niet eens, want dan kom je te dichtbij. Dat is minder dan anderhalve meter. Ja, dus afstand. Nog een gelukje. Want dan zijn we eindelijk eens af van die verschrikkelijke drie zoenen. 1, 2 en dan naar 2. Doen we er 3? We doen er toch 3. Altijd die ongemakkelijkheid. En ook dat het dan tegelijkertijd, dan komt die andere, die komt hier vandaan. En boem, even met de koppen tegen elkaar. Oh god, dat is verschrikkelijke drie zoenen. Die raken we waarschijnlijk wel kwijt door het virus. Maar ja, handen schudden, nee, allemaal niet. Knuffelen, die, nee, allemaal niet. Wat gaan wij doen in de toekomst? Het is volkomen duidelijk, beste vrienden. We doen of dit, à la de Thai. Of we doen à la de Japaner, gewoon vanuit de heup. Ha! Ja, dat is hem. We gaan gewoon buigen. Ja, ga dat maar eventjes oefenen thuis. Gewoon, ja, als je een beetje hernia hebt, heb je even pech. Maar gewoon, hup, happakee. Als de Japaner, gewoon flap, hap en buigen. Jongens, dat gaan we oefenen. Dat wordt de begroeting voor de toekomst. Ik zou zeggen, hop, sayonara.